Toya even zien. Zacht oma. Dit is ook mooi. Kijk eens. Jee. Is het groot, trouwens? Ik weet het niet. Is het nog niet gebracht? Kinderen van Hilda. Oh. Dit is van Atoya. Van Mario. Kijk daar, Maurits. Oh, hier nog iets. Lieve tante Ursie, een laatste groet. Van Maurice, Felicia. Oh, van de overkant. Oh ja. Ja. Oh, super. Nog een ons. Thank you.
naar binnen. Ja. Het is warm daar. Ja. Latoya, IT. Dames en heren, mag ik u uitnodigen? 1, 2. Hey, 1, 2. We moeten aan deze kant zitten hoor. Ja, maar ik maak het eerst. Ja, maar dan moeten we.
Thank you.
Je bent live, je hebt alles. Je kan het volgen. Ja? Maar niemand zit ook te kijken? Oké. Thank you.
ze zien niet iedereen van de familie. Maar als ik hier sta... Ga je daar? Kunnen we die stoel weghalen? Ga je die stoel weghalen? Oké.
Ik ga
Thank you.
Goedemiddag,
Thank you.
Thank you.
Ik heb wel. Maar wat ik ook zeg maar is van hoe hard ze
komt u maar door. Goedemiddag. Door naar de
maar door. Dus de kinderen die daar staan. Ja, dus dat en die dan keer. Ja, en die. Pardon?
was mama's. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van God de Vader, die de hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw houdt tot in alle eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand is begonnen te doen. Genade, vrede en troost zijn met ons allen in gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve zusters en broeders, familie, goedemiddag. We heten u hartelijk welkom bij deze uitvaartdienst. En we willen met elkaar zingen van gezang 8. Een trouwe vriend woont in de hemel, zoals de wereld die niet biedt. Lied nummer 8 op uw bladzijde, op uw liedpunt, bladzijde 6. Een trouwe vriend woont in de hemel. Oh.
de woorden van vandaag. Uit Exodus 14, vers 14, het Oude Testament. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. De leertekst uit het Nieuw Testament, Romeinen hoofdstuk 8, vers 37. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Romeinen hoofdstuk 8, vers 37. Het liedvers dat erbij hoort. Hef vertrouwend dan het hoofd, blij op zijn verleden. Jezus houdt wat hij belooft, hij zal voor u strijden. Dag en nacht zal hij zijn kracht zegenend u omgeven. Heilig hij uw lieve. Tot zover deze woorden. Laat ons bidden. Goede God in de hemel, wij komen voor uw troon van genade. En we danken u in de eerste plaats voor dit moment van gebed. Dat wij hier vergaderd in deze zaal rondom het ontzielde lichaam van zuster Weltevrede. Daar danken wij uw voorvader in de hemel. Wij komen met haar kinderen voor uw troon van genade. We komen met familie en vrienden voor uw troon van genade. En we bidden u deze middag om al onze lofliederen tot u te nemen, vader in de hemel. Ons te zegenen, ons nabij te zijn met uw heilige geest. Ontdoe ons van alles wat niet is tot uw eer. En geef dat onze harten tot vruchtbare grond voor uw woord mag zijn. Zo bidden wij u, o God, elke voordracht die wij zullen hebben deze middag. De vlotte gang van deze dienst leggen wij in uw handen. Overtuigd dat u ons niet alleen maar hoort, maar verhoren zal. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan voort. We zingen met elkaar. Lied nummer 10. Lied nummer 10 zingen we met elkaar. Welke vriend is onze Jezus? Ja, lied nummer 10 die in onze plaats wil staan. Yeah.
ambtenaren nu al de paarden en wagens van Farao, zijn ruiters en legermacht achtervolgden hen en haalden hen in terwijl zij legerden aan de zee bij Pi-Chariot tegenover Baal-Zephon. Toen Farao nabij gekomen was, sloegen de Egyptenaren de Israëlieten hun ogen op en zeiden, zie, de Egyptenaren rukten hen na. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en schreeuwden tot de Heere en zij zeiden tot Mozes, waren er soms geen graven in Egypte dat gij ons hebt meegenomen om te sterven in de woestijn? Wat hebt gij ons aangedaan door ons uit Egypte te leiden? Hebben wij u dit niet al gezegd in Egypte? Laat ons met rust en laten wij de Egyptenaren dienen. Want wij kunnen beter de Egyptenaren dienen dan in de woestijn sterven. Maar Mozes zeide tot het volk, vrees niet, houd stand. Dan zult gij de verlossing des Heeren zien, die hij heden reden zal. Want de Egyptenaren die gij heden gezien hebt, zult gij nimmer zien. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Tot zover onze Oud-Testamentische schriftlezing. We zingen nog één keer en dan gaan we over tot de Democratische Gegevens. Wij zingen met elkaar lied nummer 7. Lied nummer 7. Abba Vader, u alleen, u behoort u toe. Lied nummer 7. Abba Vader. Yeah.
goed, lieve zusters en broeders, wij zijn bij elkaar om op een waardige wijze, Rafa's gedragen, zuster Ursula, Irene, wel tevreden. Haar roepnaam is zuster Ursi en zij is geboren geworden op 26 juni 1932. Zij is naar huis geroepen op 25 mei in het jaar 2019. Er staat hier, onze moeder was de steunpilaar van het gezin. De spil waar alles op draait. Omdat zij de boel draaiende hield, kon pa Eddie zij studeren. Pa Eddie hield ontzettend van tekenfilm. En als moeder het velletjes vond, dan kreeg zij het letterlijk bij zijn kraag en stuurde hem de studiekamer in. Ik wenste wel dat ik hoorde dat met mij zo. Ja. En geven van hem, toch? Wij houden van tekenfilms, snap je? Nou, dat is wat zij deed. Pa moest gaan studeren. Dat was de deal. Tekenfilm, ik kan ook altijd. Mama heeft jarenlang haar huishouding gedraaid met haar kinderen. Morgens zorgt ze eerst voor de 8 kinderen van het gezin, zodat zij allemaal met een volle maat richting school gingen. En daarna ging zij van huis om voor haar ouders te zorgen. Schoonmaken, leren wassen, strijken, boodschappen doen, koken. Ik ben een beetje vergeten hoe ver dat was, maar... Van de Londenstraat naar de Julianastraat, daar... Ook het huishouden van moeder en vader, haar eigen moeder en vader, in orde maken. En dan terugkomen om voor haar man en de 8 kinderen te zorgen. En zij stond altijd klaar als zij thuis kwam. Was er altijd een eten op tafel. En dat werd liefdevol gedaan, zonder één moment te klagen. Ook haar zussen, ja, Olga en Cornelly. Ja, heeft zij bijgestaan en toen zij in de verzorgingshuis terechtkwam. Nou, zuster Ursi hield van bloemen. Orchidee was haar favoriet, lievelingsbloem. Regelmatig serveerde zij de boel met heerlijk eten. U ziet dat deze mensen niet ondervoed zijn. Dus, wij hebben een heel kort gesprek gehad en we hebben het gehad over... gerechten enzovoort enzovoort. Sopropos, voor de mensen die geen bittere groenten willen eten. Tuinblad, ik kijk bewust niet naar de jonge mensen die dat niet willen. Sommige oude mensen willen dat ook niet. Je staat op de straat van hoeveel oude mensen naar Wally's staan die ze daar. Ja, oké. En hoe kan dat met Joko wat met schoen? Oké. Dat de versie hield. Ik was moeder van haar kinderen, maar was ook moeder van al de kinderen in de buurt. Luisterde graag naar mensen, gaf adviezen, ja, waar het nodig was. Ja, nadat ze 2 jaar geleden in haar eigen woning op Binnenspark bezig is geweest, dan is ze uiteindelijk in het verzorgingshuis Mariella terecht gekomen. Oké. Deze vrouw, die zo, ja, laat me eens zien, hoe moet ik dat lezen, laat me het goed lezen. Ik lees letterlijk zoals het hier staat, deze, nee, de vrouw die zo'n beetje haar hele leven voor anderen gezorgd heeft, vond het moeilijk in haar laatste levensfase om hulp te accepteren. Maar dat herkennen wij met z'n allen, ja, als we zo actief bezig zijn, u heeft dat ook met uw ouders, dus wees alsjeblieft voor geduldig met ze, want ze zijn altijd geweest. Voor anderen te zorgen. Oké, mama is ziek geweest en we hebben helaas sommige momenten dat niet in de gaten gehad, maar uiteindelijk liet zij dat ons ook niet weten, want ze heeft nooit geklaagd in het verleden en haar pijngrens was waarschijnlijk heel groot. Nou, wij kinderen vinden het vreselijk dat we onze moeder voortaan niet zullen hebben, maar we zijn ook blij dat de Heere God nu heeft ingegrepen, zodat zij niet langer hoeft te leiden in de wijze waarop zij op een gegeven ogenblik
De weg is gevonden. Wij zijn ervan overtuigd dat zij en onze pa zullen blijven waken over ons. Dat is wat deze kinderen aan u, zusters en broeders, over hun moeder willen laten weten. En uw zoon zal nu in voorlaten. Jullie mogen gaan zitten. Tenzij jullie natuurlijk het koor willen vormen. Walked into the bedroom on a rainy afternoon, and I heard her say to me, not a moment too soon. She said, child, don't you worry, I will always be with you. From the way she looked at me, I believed it to be true. She said, I'm ready to close my eyes, steady and hold tight. I'm gonna be crossing over to heaven and the great divide, and I'm ready to close my eyes. It's heavy and so wide, I can feel it pull me under, steady as the rising tide. Take me through the water, by the road that leads you down, and lay me down. It was early in the evening, she gave all that she could give, and I felt her leaving me, but I learned how to live. When she said, be ready more top me, I can balance on the dime. I'm gonna be crossing over to heaven and the great divide, and I may cloud on my heart's the kind, the promise of the time. I'm gonna be crossing over to heaven and the great divide. Take me to the water by the road that leads you down, and lay me down. Lay me down. You ready more top me, I was up and down. I'm gonna be crossing over to heaven and the great divide, and I'm ready to close my eyes. They're heavy and so wide, steady as the rising tide. Chant me go na liba, chant me go na se. Take me to the water, for the honor lies the king. Bring me na liba, bring me na liba. Take me to the water, scatter me around. Water, by the road that leads you down, and left me here. Lay me down.
Graafland, die was verleden is,
Matthäus hoofdstuk 6, vers 11. Is getrouwd geweest met broeder Eduard Willem. Welke vrede heeft als huwelijkstekst gehad? 2 Korinther 6, vers 18. En dat op 12 maart 1952. We stellen nu in de gelegenheid de vertegenwoordiger van de Wanica-gemeente, waar zuster Weltevriede regelmatig te zien was en bezocht, zuster Deerda. Bemoediging, zeker niet. Ze was bijzonder in de gemeente Wanica. Dus ik vriend van de gemeente Wanica weer. Dus namens gemeente Wanica heel veel sterk. Sinds reizen naar die stad, waar Christus weer zal zijn, hoe eeuwig daar te zijn bij hem, bevrijd van zorg en pijn. Geen smaak meer daar omhoog, geen smaak meer daar omhoog. God zelf is daar de tranen droog, geen smaak meer daar omhoog. Daar is geen dood, geen rouw, geen leed in zielsangst meer, maar eeuwige blijdschap wacht de ziel daarboven bij de Heer. Geen smaak meer daar omhoog, geen smaak meer daar omhoog. God zelf is daar de tranen droog, geen smaak meer daar omhoog. Daar is de strijd voorbij, daar waar de glorie kroont, daar vinden ware strijden rust, en God zelf is haar loon. Geen smaak meer daar omhoog, geen smaak meer daar omhoog. God zelf is daar de tranen droog, geen smaak meer daar omhoog. En er was Joppe, een discipline genaamd Tabitha, hetgeen vertaald betekent Dorcas. Deze was overvloedig in goede werken en almoezen die zij gaf. En het geschiedde in die dagen dat zij ziek werd en stierf. En na haar gewassen te hebben, legde men haar in een bovenzaal. En daar Lydia dicht bij Joppe was, zonden de discipelen, toen zij hoorden dat Petrus daar was, 2 mannen tot hem met het verzoek: kom zonder te draden tot ons. En Petrus stond op en ging met hen mede. En toen hij daar aangekomen was, bracht men hem naar boven. En al de weduwen kwamen bij hem staan en lieten hem om de tranen, de lijfrokken en mantels zien die Dorcas, toen zij nog bij hen was, gemaakt hadden. Maar Petrus zond hen allen naar buiten en knielde neder en bad. En hij weende en hij wendde zich tot het lichaam en zei: Tabitha, sta op. En zij opende haar ogen en zag Petrus en ging overeind zitten en hij gaf haar een hand en
richtte haar kop. Toen riep hij de heiligen en de weduwen en stelde haar levend voor hen. En het werd bekend door gehele Joppe en velen kwamen tot geloof in de Heere. Tot zover deze woorden. Laat ons bidden. Heere God in de hemel, als wij uw woord met elkaar delen, vragen wij door tussenkomst van uw Heilige Geest dat u ons helpt. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van onze harten u welgevallen zijn, o Heer, mijn God en mijn vrouw. Amen. Lieve zusters en broeders, u hebt zojuist gehoord van de kinderen van zuster Ursi, wie zij was en hoe zij in het leven stond. En als wij dat horen, dan horen wij ook van iemand die niet alleen voor zichzelf leefde, maar bereid was om zich in te zetten voor het belang van de ander. Ik denk en hoop dat u hoort in haar werken, in de manier waarop zij zich heeft gekweten van haar taak, eer uw vader en uw moeder. In het Oude Testament wordt dat heel duidelijk een van de 10 geboden aan ons allen gegeven. Dat wij in ons leven eerbied moeten hebben voor onze vader en onze moeder. Aan dat gebod is er ook een belofte gekoppeld. Namelijk, als je lang wilt leven in het land dat God jou heeft beloofd, zul je dit in acht moeten nemen. Er zijn niet veel mensen die een dergelijke genade ten deel valt. Er zijn een heleboel mensen die kinderen hebben en die hebben de kinderen in geen 100 jaar gezien. We praten daar niet over de omstandigheden, want we pretenderen niet te weten waarom dat altijd zo is. Maar er zijn heel veel situaties waarin dit niet gebeurt. Toch horen we dat zuster Ursi naast haar 8 kinderen in haar eigen huis ruimte en tijd maakte voor haar ouders die kennelijk die ondersteuning nodig hadden. Als je naar je moeder en je vader gaat, je bent al getrouwd, je hebt je eigen gezin. In vele gevallen kregen ouders te horen, maar gaat niet lukken. Mijn gezin, de kinderen van me vragen dit en dat. En zuster Ursi pakt haar fiets, misschien met de bus, lopen met de bus. En zij ging om haar ouders te verzorgen. Terugkomend naar huis. Een grote uitdaging moet ik zeggen. Ik heb vreselijk veel bewondering voor de mensen die grote gezinnen kunnen managen. Ja, sommige van ons is de rustig uit 8. Maar u weet, in onze cultuur zijn er genoeg gezinnen waarbij moeder en vader 13 à 14 kinderen hebben. En dan kun je je afvragen, hoe doe je dat? Hoe manage je 8 kinderen met 8 verschillende culturen, 8 verschillende benaderingen. Ik heb 1 kind van zuster Ursi eerst mogen leren kennen. En bijna weer zeg een stukje wervelwind zit bij dat ene kind. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een andere gezien achter de orgel en een ander heeft een geweldige stem. Ik moet u zeggen dat ik moest denken, toen u bezig was te zingen, mijn broeder, aan een situatie die ik heb gekend bij een songfestival in mijn geliefd district. Overigens, mijn district, dat weet u, is het mooiste district van Suriname. U weet wat dat is, u weet welk district dat is. Ja, de mensen die dat weten, kijk je handen even zien. Ja. Welke vrienden kijken. Waarom? Dan ben ik dit soort fout, dat wat gebeurt er niet. Nee, hou op man. Die keer niet toch? Ja, zegt u mij het na. Nikeri is het mooiste district van ons land. Zeg me na. Koroni, ik hoor hier Koroni. U bent van Koroni. Koroni nou? Vroeger, als je naar Nikeri ging of Paramaribo ging, kon je Koroni wegcijferen. Hoe bij Guanaperica. Je vader om Koroni heen. Ja? Dus de mensen van Koroni die het een beetje moeilijk vinden, wij konden dat niet aan. Koroni bestaat uit 1 weg, 1 straat. Dus we gaan haar botten. Oké? Mooi. Maar ik moet u zeggen dat hij dat zingen zojuist, en dat is de applaus waard inderdaad, moest ik denken aan een vriend van mij
die ook zong. En hij had een heel mooie stem hoor. Alleen, hij kon nooit de woorden onthouden. Dus als hij meedeed aan een congres, aan een songfestival of zo, dan had hij mooie liederen die hij. En hij had een heel mooie stem. En u bent oud genoeg om dit lied te kunnen kennen. Dus hij zingt bijvoorbeeld: Baby, you don't know me any more than I know you. Maar dan zit hij nou vast. En dan, pom, pom, en dan had je mooie begeleiding enzovoort. Dus ik moet gaan doen. Maar vanmiddag ga ik dat niet doen, want ik ben niet goed gezegd. Maar in ieder geval, wat zeggen we hier, lieve zusters en broeders? Wanneer wij ons inzetten voor het leven van ons eigen leven en het leven van de anderen, zijn er mooie momenten die wij tegenkomen. En dat zijn er moeilijke momenten, zoals vanmiddag. We worden geconfronteerd met ellende, we worden geconfronteerd met ziekte, we worden geconfronteerd met ontslag. Allerlei momenten. Maar gelukkig, zuster Percy heeft de Bijbel, het geloof, nooit losgelaten. En in dat geloof worden wij vandaag geconfronteerd met een heel mooi verhaal, maar ook een bemoediging. En wat is die bemoediging? De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Als wij geconfronteerd worden met strijd, dan willen we in de harnas springen. En willen we proberen om te doen wat we kunnen om die strijd te overwinnen. Maar we komen soms tot de ontdekking dat die strijd veel te veel is, veel te groot voor ons is. En gelukkig, er is een God die voor ons wil strijden. Nu, wat is het verhaal? Het verhaal vertelt ons dat de Heere God die voor ons wil strijden, zijn volk uit ellende heeft gehaald richting het beloofde land. En in dat traject om naar het beloofde land te gaan, als u thuis bent en u leest Exodus 1 tot en met 12, zult u horen hoeveel strijd de Israëlieten moesten leveren om uit die ellende naar het beloofde land. U kent het verhaal, de 10 plagen. Maar uiteindelijk als ze terechtkomen, als de Heere God heeft die bewerkstelligd dat dat volk terechtkomt uit Egypte als rijke mensen en in de woestijn tegenover de Rode Zee, dan realiseert de farao zich van: luister, dit is een grote grap, ik ga deze mensen nooit moeten laten gaan. En wat gebeurt er? Hij staat op, niet wetende dat de Heere God zijn hart verhaakt. Hij staat op met zijn leger en trekt naar de Israëlieten toe. En hun leger komt in gevaar. Het leven van de onschuldige mensen komt in gevaar en zij beginnen te klagen. Zij beginnen angstig te worden. Zij raken in paniek. En als ze in paniek raken, dan krijgen ze de bemoedigende woorden van Mozes die namens de Heer mag spreken. Rustig, raak niet in paniek. Er is een probleem. We worden geconfronteerd met de dood, we worden bedreigd met de dood, maar we hoeven niet bang te zijn, want de God van hemel en aarde die ons uit die katibo gehaald heeft en ons brengt richting het beloofde land, hij zal voor ons strijden. Nou, met z'n allen zijn we opgegroeid met die ene film van Mozes, Charlton Heston, of weet ik veel hoe die man heet precies. Hij heeft ons, onze ouderen, wij hebben dus geleerd, let my people go. Bijna wil ik dat proberen te zingen. Zal ik proberen? When Israel went to Egypt land, he said, let my people go. Oké, maar go in a song business no. Oké. Okay. Ja, toch? Hij heeft ze gebracht, let my people go, uit op de katibo, richting het beloofde land. Wat zien we in het verhaal? De tijd is niet onze bondgenoot. Maar als de Egyptenaren uiteindelijk aanrukken, zorgt de Heer ervoor een uitkomst. Zij mogen door de Rode Zee wandelen op de grond, komen aan de overkant en de Israëlieten, de Egyptenaren gaan hun dood tegemoet. Ons Nieuwtestamentische tekst vertelt ons van een vrouw die zich heeft ingezet ook voor het evangelie. Ze heeft ingezet
voor de kerk. Zuster Deelveld heeft duidelijk gezegd, zuster Ursi was duidelijk aanwezig in de Vanica kerk. Ondersteunend het evangelie van Christus Jezus dat vanuit de Vanica kerk is verkondigd geworden. Maar Dorcas, die heeft ook zich ingezet voor het sociaal-diaconaal werk. Voor het werk in de kerk. Het zijn niet alleen maar rijke mensen die naar de kerk komen. Er zijn ook wel arme mensen die naar de kerk komen. Kinderen die geen brood hebben, enzovoorts, enzovoorts. Allerlei sociale mogelijkheden komen naar de kerk. En Dorcas heeft zich ingezet. De Bijbel zegt, zij was overvloedig in goede werken en almoezen. Overvloedig in goede werken en almoezen betekent dat zij bereid was om niet alleen met de mond te bereiden. Jezus is hier, Jezus houdt van jou. Maar waar het nodig was om iets te doen, zodat je kunt ervaren dat Jezus van jou houdt, daar was ze overvloedig in. Ze was niet schaars daarin. We hebben gelezen van zuster Ursi. Nooit geklaagd is benadrukt. Zoveel geholpen. Haar zussen, haar moeder en anderen die zij kon helpen. Overvloedig in goede werken. En gelooft u mij, lieve zusters en moeders, als wij de Bijbel zorgvuldig doornemen, dan zullen we zien dat inderdaad ook van ons gevraagd wordt. Dat wij overvloedig zijn in goede werken. En dat waar nodig er almoezen gegeven worden. Wat is almoezen? Dat is financiële ondersteuning. Brood aan degene die geen brood hebben. Kleren aan degene die geen kleren hebben. Degene die ziek zijn, bezoeken. Degene die in de gevangenis zitten, ook bezoeken. De wees en de weduwe helpen, waardoor ook zij een deel van dat evangelie, van die goddelijkheid mag ervaren. Maar hoe goed we ook zijn, en hoe overvloedig wij ook zijn in almoezen, one day, wordt dat maar. Dat is 100%. En sommigen van ons proberen om dat ding zo ver mogelijk van ons te houden. Is dat niet? Bijvoorbeeld, van de persoon zo, mama, zo'n man voor nu, ook mijn pa was die man die tegen iedereen familie voor, mega beer. Maar dat is door de voetje, zuster Ursi, gewoon naar een beerpe. Naar een gevoel, nee, ik wil ook wat mij zeggen, dat ben ik niet, nee, ik wil. Ja toch? Sommigen van ons vinden het niet spannend om dicht bij het graf te gaan. Straks wanneer we op de begraafplaats zijn, en een van uw kinderen vraagt, mama, waar is oom Henry begraven? Dan bent u niet geneigd om te zeggen, daar. Want hij vreet dat je vinger valt op. En dat ja, toch? Wat u dan doet, is u zegt, daar. Ja? En dat kind bleef aan, want die begreep niet waarom we het hebben. Mama, waar? Daar. Want die hoort dit. Maar doe dit. Hopen. Nee, komt dat geen boek. Toen dit is, dan allemaal, ik hoop, ik bid, dat we inderdaad in dat paradijs terechtkomen. Waar allemaal willen wij terechtkomen bij de Heer. Laten we dat. Ja toch? Ik ga u wijzen dat ik geen ongelijk heb. Zing met me mee. Hemel, koning. Oké, de man die we zijn, kom zingen opnieuw. Hemel, koning. Ja, maar hemel kondre, hemel kondre, sweetie, ja, maar oké, okay, stop. Dit is zo niet, maar dit is zo, dat is zo. Maar goed, hemel kondre, sweetie, maar far away. We hebben een concept, we hebben een besef dat het ding er is, dat na dit leven, dat het leven van zuster Ursi hier niet eindigt. Maar dat het voortgaat. En dat is wat we hier hebben gelezen van Dorcas. Zij is op een gegeven moment gestorven. De Bijbel zegt, ze is gestorven. En ze was al opgebaard. Maar, wat zien we? De apostel Petrus die komt. En die acknowledge het feit dat Dorcas heel veel gedaan heeft. De weduwe brachten haar om hem te laten zien wat ze allemaal gedaan heeft. Haar biografie in de vorm van tangible businesses. Maar Petrus stuurt iedereen uit de kamer.
En hij bidt tot de Heer dat Dorcas in aanmerking mag komen voor de wederopstaan. Als evangelische broedergemeente geloven wij dat onze doden niet dood zijn, maar dat ze naar huis geroepen zijn. En daarom schrijven wij, ze is ingeslapen. En we wachten op het moment dat de Heer van hemel en aarde eens komen zal om onze doden weer tot leven te roepen. Dat is wat wij geloven en beleden. De Bijbel zegt ons, Petrus pakte haar bij de hand en zij ging overeind. En we danken de Heer voor zuster Urge. We danken voor het voorbeeld dat zij ons gegeven heeft. Zorgen voor zichzelf. Zorgen voor haar man. Zorgen voor haar kinderen. Maar ook hebben voor het belang van de ander. Niet alleen in familiekring, maar ook daarbuiten. Lieve zusters en broeders, de Bijbel zegt ons, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Als wij bereid zijn te geven, niet alleen almozen, maar ook onszelf te geven, ontvangen wij daarvan veel meer. Wij mogen de Heer ons in deze situatie helpen. Mag het ons gegeven zijn dat wij ervaren dat Hij de tranen van onze ogen afwissen zal. Halleluja. Amen. Ik vraag om te staan. Vraag u om een gebedshouding aan te nemen als wij de liturgie voor de begrafenis hier zullen verzorgen. We gaan natuurlijk ook een deel op de begraafplaats doen. Jezus, mijn verlosser, leef, zal als Hij ons kennelijk wezen. Zij waar Hij mijn heiland leef, waarom zal ik dan nog vrezen? Wie in hem gelooft zal leven, al waren hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in hem gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen hen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? God is hij dan die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus. Onze Heer Jezus Christus, wees ons genaamd. Met uw menselijke geboorte, uw zuchten en tranen, alle moeite van uw leven, uw zwakheid en smarten, alle bekommernissen en angst van uw ziel. Uw doodstrijd, uw banden, slagen en bespotting, uw kezeling en doornenkroning, uw smakelijke kruisiging, uw heilige wonden, uw dierbaar bloed, uw bittere dood, uw wederkomst tot uw gemeente, op ons heden gaan tot u. Vertroost ons, o Heer en God. Met alle verdiensten van uw leven, lijden en sterven. Zegen ons, o Heer en God. Met uw rusten in het graf, uw zegepralende opstanding, uw glorierijke hemelvaart, uw zittende ter rechterhand God, uw liefelijke nabijheid. Zegen ons, o Heer en God. Wij arme zondaren midden, wil ons verhoren, o Heer en God. Daar het u behagen heeft onze zuster welgevreden in de eeuwigheid op te roepen, zo bidden wij. Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Leer ons onze verkiezing vastmaken door genade. En bewaar ons met de gemeente der reeds volmaakte rechtvaardigen in eeuwige gemeenschap. En laat ons eens bij u tezamen rusten van onze arbeid. Verhoor ons, o Heer en God. En nu dragen wij dit lichaam dat gezaaid wordt in vergankelijkheid, op in de hand van zijn schepper, opdat hij het te zijnen deed opwekken in onvergankelijkheid. Wij bidden, onze Vader, die in de hemel zij, uw naam wordt geheiligd,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in de eeuwigheid. Amen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw liefde en zij uw genade. En de Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft aan u zijn vrede. In Jezus' naam. Amen. U mag me plaatsnemen. Rekening houdende met de tijd, lieve zusters en broeders, moeten wij nu u in de gelegenheid stellen om heel snel, klinkt een beetje onvriendelijk, maar heel snel langs de kist en langs de familie te lopen. Alle brasa's, bossies, takkies moeten we even achternemen. Maar even een dankwoord eerst en dan komt u. Heel even een dankwoord. Ja, dan loopt u langs de familie en langs de kist. En ik verzoek u, langs ik aan u moeten we even achternemen. Dan kunnen we dat altijd op een andere moment. Als u. Heel kort. Heel kort, ja. Ik wil namens mijn broers, mijn zussen, de rest van de familie, want als ik begin op te noemen met oom en zijn vrouw, wil ik iedereen die hier is werkelijk vanuit het diepste van ons hart danken. Want dat er zoveel mensen zijn die een hand gegeven hebben, dat vinden we heel erg. En ook wat wij als kinderen ervaren hebben de afgelopen dagen, zoals iedereen werkelijk ons omringd heeft met liefde, ja, dat heeft ons echt heel erg geraakt. Dus iedereen heeft hier hartelijk dank. Dan is er als laatste een kaart gekomen en degene die geschreven heeft gevraagd of ik wil voorlezen. Lieve tante, bedankt voor de fijne vakantie. Bedankt voor alle heerlijke maaltijden. Bedankt voor alle gesprekken aan de keukentafel of op het terras. Bedankt voor alle warmte en liefde. Bedankt. Bye. Dan moet ik nu zeggen, dat is wel allemaal. Dank u wel. Goed, zoals afgesproken, u kwam de laatste familie. Langs de kist naar buiten. Als u dat een beetje vlot wil houden, zodat wij tijd in de gaten houden. Gezegende dag aan u toe voor het. En terwijl u afscheid neemt, zal de saxofonist Noël Wielsen namens de kleinkinderen wat spelen. Thank you.
Yes.
Ik kan hem uitmaken hoor. Dankjewel.